erg vies hier. Ik moet ondertussen door de blubber heen banjeren, dus ik kijk een beetje waar ik loop. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. En het is een beetje een gekke start van een video deze keer. Want het is dit weekend Horse Event en ik wilde eigenlijk anders vloggen. En het is vandaag zaterdag, de tweede dag dus van Horse Event. Maar alles is afgelast door het slechte weer. Want het is echt, gisteren was de Horse Event al noodweer. En ik heb gisteren dus wel mijn demo gedaan. Dat was mijn eerste demo. En dat ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Maar wij hadden zoiets gaan en vandaag nog niet vloggen. Want het was gisteren ook al heel erg vies. Ja, ik moet ondertussen door de blubber heen banjeren. Dus ik kijk een beetje waar ik loop. Maar het was gisteren dus ook al noodweer. En er waren gisteren ook nog niet zoveel mensen, omdat het vrijdag was. Dus heel veel kinderen zaten ook nog op school. Dus ik heb gisteren niet gevlogd. Maar nu is het vandaag dus afgelast, omdat alles dus helemaal blank staat en zo. En we zijn hier dus heen gereden, omdat Mo hier dus wel vannacht is geweest. Maar we gaan Mo naar huis brengen, want de stallen zijn ook helemaal nat. En ja, we weten niet of het morgen doorgaat. Ik hoop het wel, maar ik heb er wel een hard hoofd in. Want het regent nu nog steeds allemaal. Dus ja, ik hoop dat het morgen doorgaat, maar ik denk het niet. Dus we gaan Mo nu even halen. Ik ga hem eventjes voeren. Dan gaan we even achter mijn cd en alles met mijn muziek en zo ophalen. Want die ligt nog in het huisje bij de piste. En dan gaan we naar huis. Dan gaan we Mo lekker in zijn eigen stalletje op een stal zetten. En dan kan hij vanmiddag ook nog even buiten spelen. Dus ja, maar ja, ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren. We gaan het wel zien. Maar Mo staat dus hier. Ik zal het even laten zien. Hier in de stal is het ook helemaal nat. Dus ja, hij moet gewoon naar huis toe. Kijk, hier is hij. Hey, we gaan naar huis. Volgens mij is hij al blij dat we er zijn, want de stal is echt zeiknat. Dus ik ga hem nu even voeren en dan gaan we zo naar huis toe. Nou, hoi allemaal, het is vandaag zondag en Horse Event gaat door. Yay! En het zonnetje schijnt zelfs. En Mo is ook helemaal vrolijk, die is helemaal aan het kijken. En ik ga even een rondje met een man over Horse Event heen, zodat hij even zijn benen kan strekken. Want het is pas iets van, het is kwart voor acht of acht uur of zo. Ik weet niet precies hoe laat het is. Kwart over acht is het, hoor ik net. Het is nog best wel heel erg vroeg, het duurt nog meer dan een uur voordat de poorten open gaan. Dus ik ga even lekker zijn benen strekken. En dan daarna ga ik een beetje schoonmaken, want hij heeft vannacht in de mest lopen rollen. Dus nou, we lopen gewoon dus hier een beetje bij het parkeerplaats bij Mojito. Loop ik een beetje rond. En volgens mij vind ik dat leuk. En ik heb best wel zin in. Straks om 10:30 tot 10:30 heb ik mijn demo weer. En die ging vrijdag dus heel erg goed. Vandaag ga ik hem natuurlijk wel voor jullie filmen. En ja, ik heb er best wel heel erg veel zin in. Horse Event is uitverkocht, dus er komen heel veel mensen vandaag. Ik weet niet precies hoeveel er zijn. Maar er worden dus 15.000 mensen komen vandaag ongeveer. Nou, dat is echt best wel heel erg veel. Dus ja, ik ben benieuwd wie jullie vandaag allemaal gaan ontmoeten. En ja, van 10 tot 12 is ook het meet and greet. In de piste gewoon. Dus ik heb er wel een beetje veel zin in. En ik hoop Mojito ook. En Mojito die gaat al wat eerder naar huis, zodat hij nog lekker buiten kan spelen. Want hier staat hij maar de hele tijd op een stalletje. Vandaar dat ik ook nu lekker met hem heen en weer aan het lopen ben, zodat hij even zijn benen kan strekken. En dan gaat hij zo meteen nog even lekker eten. En dan ga ik hem nog even een beetje schoonmaken. Nou, ik heb Mo nog eventjes op stal gezet. En wij gaan eventjes nu met dat spulletjes naar de stand toe lopen. Want ik heb dus ook, zoals jullie waarschijnlijk op Instagram hebben gezien, dus een nieuwe polo ontworpen. En die is dus ook te koop hier op Horse Event. En er komt ook een webshop aan waar die straks te koop is. Dus ja, die is hier dat koop. We gaan zo meteen de stand eventjes een beetje weer klaarmaken. En mijn vader en ik die gaan nu met stoelen daar naartoe lopen. En mijn moeder is daar als het goed is al. En daarna ga ik dus Mojito poetsen. Dus ik heb een hele planning, maar het is nog heel vroeg, dus ik hoef gelukkig nog niet te haasten ofzo. Ik probeer het allemaal op tijd te doen, zodat ik sowieso niet hoef te haasten. Maar het is echt super lekker weer en daar ben ik zo blij mee. Want ik had er gisteren zo'n hard hoofd in. Want ze zeiden gisteren, ja, we gaan om rond 2 uur bepalen of het zondag dan vandaag dus doorgaat. Maar gelukkig gaat het door, maar het was gisterochtend was het ook nog zo slecht weer dat ik echt had. Ik dacht van, oh, dat wordt nog wat. Maar ik ben zo meteen best wel benieuwd hoe het op het terrein is. Want ik kreeg gisteren filmpjes toegestuurd van andere paar YouTubers die wel op het terrein waren geweest eventjes gisteren. En het zag er echt super blubberig uit. Dus nou ja, ik hoop dat het nu wat beter is. Maar ze hebben mijn man in macht gewerkt eraan om het goed te krijgen. Dus ja, we gaan het wel zien. Nou, ik ben Mootje nu aan het poetsen en het is nu, ik weet niet precies hoe laat het is, maar ik moet ongeveer, nou ja, ik denk over een kleine 3 kwartier, 1/2 uur gaan inrijden.
En het begint nu aardig druk te worden al met trailers en zo hier. En we hebben Mo ook eventjes bij de trailer gezet omdat het net iets makkelijker is met poetsen en opzadelen. Ik heb net iets meer ruimte, want mijn spullen kan ik hier zo langs de trailer allemaal kwijt. En we zijn nu nog eventjes snel aan het schoonmaken, want doordat het vrijdag dus al een beetje een blubberzooi was, werd al mijn spullen werden ook heel blubberig met allemaal modder en zo. Ja, mijn spullen zelf werden niet blubberig, maar er kwam wel allemaal modder en zo op. Dus dat moet nog eventjes snel allemaal schoongemaakt worden. Maar ik heb daar heel handig van die ladderdoekjes voor. En die werken echt super goed als je even snel iets schoon moet maken. Niet voor de grondige schoonmaak natuurlijk, maar wel voor de schoon. En Mo is best wel heel erg vrolijk. Kijk, hij komt het heel lief. En hij probeert steeds gras te pakken hieronder, maar hij kan er net niet bij. Dat is een beetje zielig. Maar we hebben net een stapeltje hooi voor hem neergelegd waar hij wel makkelijk bij kon. Dus oké, hij toch nog even iets te doen. Maar hij is ook constant heen en weer aan het kijken van, oh wat is hier, oh wat is daar. Want hij vindt het allemaal prachtig. Maar ja, ik heb dus echt al meestal zin in de demo. En ik ben benieuwd wie er van jullie allemaal komt kijken. Dus als je naar mijn wezen kijkt, dan laat dan even in de reacties weten als je er bent geweest. En ik ben best wel benieuwd wie er geweest is. Inrijden, toen ging hij heen en weer. En had een lieve vrouw die liep in zo'n Spaanse jurk. Nou, dat vond hij helemaal niks. Dus ik ben er zelfs nog vanaf gesprongen. Omdat ik zo zag, ik heb geen zin dat hij zo meteen door de menigte heen rent. En dan is ik had ziet, oh, die demo, dat gaat helemaal niks worden. Maar gelukkig ging dat eigenlijk heel erg goed. Mijn demo was echt heel leuk. Dus ja, daar was ik heel blij mee. En nu ben ik dus weer onderweg. Ik ben over half uur ongeveer. En ik heb er wel heel erg veel zin in, maar ja, we gaan het eigenlijk wel zien. En ik zie het al. En daarna hebben we een meet and greet. Nou, welkom allemaal. Ja, het is een prachtige dag voor Horse Event. We gaan zijn gelukkig. En ja, Horse Event heeft het voor elkaar gekregen om het terrein toch begaanbaar te maken vandaag. Dus dat is super natuurlijk. Ik zal me eerst even voorstellen voor degenen die me niet kennen. Ik ben Destiny van het YouTube-kanaal Paardrijden met Plezier. En ik ben hier vandaag samen met mijn eigen pony Mojito. En Mojito is een 17-jarige bonte ruin. En zijn ras is een Criollo en hij komt helemaal uit Uruguay. Dus het is best wel een beetje een bijzonder paardje. En jullie zien waarschijnlijk al dat ze hier achter mij hindernissen aan het opbouwen zijn. En die hindernissen die hebben vandaag alles met mijn demo te maken. Ik ga natuurlijk springen. Maar voor degenen die mij volgen op YouTube, die zullen ook wel weten dat ik volop aan het springen ben met mijn Mojito. Ik rijd bijna wekelijks wedstrijden. En ik heb ook iedere week springles. En springen is echt wel een beetje ons ding samen. Het springen, ja, dat gaat ook op dit moment heel goed. Ik ben namelijk vorige week voor eerst M-springen gestart. Nou, misschien voor degene die niet weet wat M-springen en zo inhoudt, dat wordt allemaal duidelijk in deze demo. Dus wil je nou een beetje weten hoe het met het springen gaat? En Mojito en ik gaan ook wat dingetjes laten zien van het springen. Laat dan even kijken, want het wordt een hele leuke demo. Nou, hoe het dan precies met het springen werkt. Mojito en ik die zijn onze eerste wedstrijd, hebben we 15 april 2017 gehad in de klasse B. Dus toen zijn we officieel gestart. Maar met die klasse werkt het een beetje zo dat het is eigenlijk verschillende moeilijkheidsgraden. Officieel springen. En dan doe je dus voor punten springen. En dat werkt allemaal via de KNS. Ik weet niet of hier, zijn er hier mensen die ook wedstrijden rijden in dressuur of in springen? Steek jij hem maar op? Nou ja, dat zijn er dus niet heel erg veel. Dus dan ga ik het vandaag allemaal een beetje uitleggen. Nou, je hebt dus verschillende klasses. En dat begint eigenlijk vanaf Pixie AA tot en dan Pixie A. En dan BB tot en met ZZ. En dan eventueel ook nog internationaal. En in die klasses, BB en Pixie is tot en met 13 jaar. En BB is eigenlijk een soort van klasse waarin je een beetje kennis maakt met dressuur of met springen. Ik ga het dus vandaag wat meer over het springen hebben. Maar in het BB springen is het nog niet voor puntregistratie. Dus dan kun je gewoon even een beetje wennen aan hoe het werkt. En dan kan je paard ook wennen om op een andere locatie een heel parcours te springen. En daarna, als dat goed gaat, kan je B gaan springen. En vanaf B gaat het eigenlijk allemaal een beetje meetellen. Dan wordt het officieel. Ga je ook voor punten springen. Dus dan wordt het officieel. En in de BB is het een soort toegang. Nou, dan in de B, daar werkt het zo. Je krijgt stelpunten voor je in de B. Voordat je mag gaan springen in de B, moet je trouwens eerst een dressuurpunt in de B dressuur hebben. Nou, dat misschien sommigen van jullie ook al weten, is de dressuur bij Mojito en mij
ideaal en ook niet zo heel erg goed. We zijn er wel volop mee aan het oefenen en ik heb ook iedere week dressuurles en het gaat stukje bij beetje beter. Maar dressuur is gewoon nog niet ons sterkste ding. Maar ja, ooit zal ik met hem ook een goede dressuurproef rijden, want daar ben ik heel hard voor aan het oefenen. Maar het lukte dus voor mij niet om mijn dressuurpunt met Mojito te halen in de B. Het was gewoon lastig, hij was niet ontspannen genoeg, dus het lukte niet. Toen heb ik ervoor gekozen om met een andere pony die dressuurpunt te gaan halen. En dat lukte in één keer. Ik had in één keer 4 winstpunten, dus ik had dat beide met me houden en recht houden. Want hij, soms gaat hij allemaal een beetje links-rechts voor de hindernis. Dus we hebben nog veel te oefenen. Oké, dan ga ik hem zo meteen aanspringen. Als je zit, ga ik zo lekker een beetje zit op stil oefenen. Dan ga je op een meisje die hier met de buiten vallen. Buitenkleur erbij, iedere keer. Gooi mee, buitenkant is het. Net de knieën is het allemaal los. Nou, ik vond hem een beetje vers springen. Dat was zeg maar, hij sprong heel breed. En hij kwam dus niet, hij sprong eigenlijk heel goed vroeg, maar het was ook nog lastig voor hem om nog een pasje bij te maken. Dus we gaan hem nog een keertje doen en dan proberen we hem iets netter aan te rijden. En wat Magiet en ik het ook vaak lastig vinden, is om in een goede val op te landen. Dat ging er gelukkig nu wel goed, maar we gaan het nog een keertje doen. Oké, daarna pak ik gelijk de dubbel erachteraan als die in de goede land. Nou, deze ging al een stuk beter, want hij kwam nu ook mooier uit. Dan nu de dubbel. Oh, hij gaat wisselen. Goed zo, bra. Die dubbel kwam hier niet helemaal mooi uit. Ik rij hem nog even één keer erop aan. Zoals jullie zagen komt hij tussen de dubbel niet zo heel erg goed uit. Hij komt op de tweede niet lekker uit. En dat is dus ook heel moeilijk huid, want dat moet je dus goed inschatten in een parcours. Ook als je parcours gaat lopen, als je die afstand gaat kijken, dat je iets verder naar voren moet rijden, iets meer terug moet rijden. Dan gaan we nu het stel vanaf de hoek nemen. En dan rijden we door naar de okser. Dus dat heb je in een parcours ook heel erg. Je hebt verschillende lijnen, je hebt hele lange lijnen legt door. Je hebt lange bochten. Je hebt gebroken lijnen en dit is dus een gebroken lijn. Als je vanaf die stijl uit de hoek aanraakt, dan rij je dus eerst een stuk deze kant op en dan weer een stuk die kant op en dan over de bochtstuk. Dus dat gaan we eventjes proberen. Goed, de hoek in hier. Dan hebben we de bochtlijn. Let op. Die doen we even zo vernieuwen. Dus die heeft nog 5 minuutjes. Oké, dan neem ik dit lijntje nog en dan mag de analyse gedaan. Yes. Dat was het. Ja. Oké, voor die muziek er wel in. De eerste winstpunt en de tweede plaats in de L gehaald. Thank you.
Aviso ook heel erg bedankt voor dit dekje. Aviso die verkoopt hier in paarden, haren met sieren en glitterdekjes. Ik ga nu een foto. Ja. Nou, ik ben. We zijn nu onderweg naar de eindshow en Denise die is er ook. Hi. En ik wilde eigenlijk vandaag wat meer vloggen, dat ik ook ging rondlopen en zo. Maar ik heb gewoon de hele dag non-stop handtekening uitgedeeld, foto's gemaakt. Tijdens het meet and greet, dat was gewoon echt. Ik heb 2 uur gestaan en na 2 uur was het gewoon nog. Ik had daarvoor stond ik al een uur bij mijn stand, was er constant een rij. Toen ging ik naar de bak toe. Toen hebben we daar 2 uur gestaan en 2 uur lang was er gewoon nog steeds die rij voor me. Voor mijn stukjes, zeg maar. En daarna moesten we uit de baan, zeg maar. Iedereen moest uit de baan. En toen ging ik naar mijn stand toe. En daar kwam gewoon weer een rij. En ik ben van 2 tot 5:30 op mijn stand geweest. En ook gewoon constant mensen, echt. Dus eigenlijk gewoon vanaf 11:00 tot 5:30 zijn er constant mensen geweest. En ik heb zoveel van jullie ontmoet. En ik vond het zo leuk. Maar nu ga ik heel eventjes naar de eindshow toe om eventjes lekker te zitten en nog een beetje voor jullie te filmen. Voor de mensen die er vandaag niet bij konden zijn op Horse Event. Of gewoon voor de mensen die leuk vinden en er wel bij waren om naar deze video te kijken. Maar ik vind het zo'n ontzettend leuke dag, maar het is ook zo druk. Maar ja, ik vind het dus wel allemaal heel erg leuk. En ik vind het ook leuk dat ik zoveel van jullie ontmoet heb. Want ik heb echt heel veel mensen ontmoet. En ook zoveel lieve mensen allemaal. Dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. Maar nu zijn we onderweg naar de eindshow. En die is in de bitpiste. En ik ben dus wel heel erg benieuwd hoe die eindshow is, want ik heb hem nog niet gezien. Dus we gaan er nu naartoe. We zijn hier nu op de tribune bij de bitpiste. En de eindshow gaat nu beginnen. Ze staat nu. Degene die dat doet, die staat nu voor de deur te trappelen. Dus ik ga snel voor jullie filmen. Dit was dus Horse Event 2017. Ja! En ik vond het hartstikke leuk. Echt, mijn demo's gingen zo ontzettend goed. En ik vond het zo leuk om te doen. Die van vrijdag die ging nog net een stukje beter dan die van vandaag. Maar beide gingen ze sowieso heel erg goed. Maar ik heb vandaag dus echt zo ontzettend veel van jullie ontmoet. En ik vond het zo leuk. En ik heb net de eindshow gezien. Die was ook heel erg leuk. Dus en ik ga nu zo meteen naar huis toe. Ik denk dat ik vanavond wel goed zou slapen. Want ik moest er vanochtend om 6:00. Om 5:30 ging mijn wekker. Ik ben er uiteindelijk pas om 6:00 uitgegaan. Terwijl ik eigenlijk met mezelf had afgesproken om er om 5:30 al uit te gaan. Ben ik eigenlijk pas om 6:00 uit te gaan. Ik denk jullie dat ook al kennen. Dat je zegt van, we hebben nog even een 1/2 uurtje liggen. Maar ik ben blij dat ik zo meteen ook alweer naar huis ga. Ik vind het hartstikke leuk. Maar als ik zo meteen naar huis ga, dat is ook wel lekker. En mijn moeder is ondertussen de stand aan het opruimen. Ik ga haar zo eventjes helpen. En dan gaan we lekker naar huis toe. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij nou mijn laatste springles, dat ik voor het eerst M ga starten zien? Check dan even deze video. Wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!